VWOC, deel 3, getallenruimte, 12e editie, hoofdstuk 8, meetkunde. Wanneer we over vorm en ruimte spreken, dan denken we in de eerste plaats aan de vlakke figuren. De oppervlakteformules die hierbij horen, die hoor je te kennen. Deze vier figuren zijn zeker van belang. Voor de driehoek geldt dat de oppervlakte te vinden is met de formule een half keer basis keer hoogte. Let op, basis en hoogte staan loodrecht op elkaar. Je kunt ook zeggen basis keer hoogte gedeeld door 2. Voor het parallelogram geldt basis keer hoogte. Als je even goed kijkt, zie je hier het dubbele van de driehoeksformule in. En dat is ook logisch, want je kunt het parallelogram in 2 driehoeken verdelen. En dan krijg je dus een half keer basis keer hoogte van de onderste driehoek. En een half keer basis keer hoogte van de bovenste driehoek. En die kun je optellen tot basis keer hoogte. Want die zijn immers voor de beide figuren gelijk. Voor een trapezium geldt een half keer a plus b keer hoogte. En eigenlijk zie je hier hetzelfde in wat je ook ziet bij parallelogram. Je kunt dit trapezium in tweeën verdelen. Voor de bovenste driehoek geldt dan een half keer a keer h. En voor de onderste driehoek geldt een half keer b keer h. En opgeteld is dat dus een half keer a plus b keer h. Dus je kunt hem verdelen met wat je zelf handig vindt. Voor de cirkel geldt dat de oppervlakte pi keer straalkwadraat is, pi keer r kwadraat. En voor de omtrek geldt 2 pi r. Dus 2 pi keer r of pi keer de diameter, zou je ook kunnen zeggen. Een andere figuur die je moet kunnen oplossen is deze. Een vierkant waar de hoekjes vanaf zijn. En dan gaat het om de figuur EFGHIJKL. En de vraag is dan, bereken nou eens de zijde en de oppervlakte van deze achthoek gegeven dat het vierkant ABCD een zijde heeft van 10. Nou, stel AE is x, dan geldt dat LE, de schuine zijde, is de wortel van x² plus x², oftewel de wortel van 2x², dus wortel 2x. Dat is gewoon Pythagoras wat ik doe. Dan geldt dat AB, let op, dat is AE, dat is x, plus EF. En EF is een zijde van de achthoek, dus dat is wortel 2 keer x. Die hebben we net uitgerekend. Plus FB, dat is weer x. Dus je krijgt x plus wortel 2 keer x plus x, dat is het hele onderkant. En die hele onderkant is ook 10, hadden we gezegd, want de zijde van het vierkant is 10. Nou, die kun je oplossen door de x'en samen te voegen. 2x plus x wortel 2 is 10. Haal hem x buiten haakjes. En vervolgens deel je de 10 door 2 plus wortel 2. En je krijgt x is 2,9289. En dan nog een aantal cijfers erachter. De zijde van de achthoek was x keer wortel 2. Dus het getal wat je voor x eruit krijgt, doe je keer wortel 2. En dan vind je als zijde 4,14. Nou, verder werd de oppervlakte gevraagd. De oppervlakte is natuurlijk het hele vierkant. Min de vier driehoekjes. Dus 10 keer 10 is de oppervlakte van het vierkant, 100. Een driehoekje is een half keer basis keer hoogte. Nou, de basis en de hoogte zijn allebei x. Dus een half keer 2,9289 keer 2,9289. En daar heb je de 4 van, dus je moet 4 keer dat driehoekje ervan afhalen. En dan kom je op 82,84. Inhoudsformules moet je ook kennen. En eigenlijk moet je alleen deze formule kennen. Dat je zegt, de inhoud van een figuur, ik heb in dit geval een prisma. Dat is de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte van het prisma. Nou, in de eerste figuur zie je een driehoekig grondvlak. En van een driehoek weet je dat je een half keer basis keer hoogte moet doen. Dus in de platte figuur moet je dan een andere hoogte zoeken.
Dus niet de hoogte van het prisma, maar in de platte figuur teken je de hoogte loodrecht op de basis. En dan een half keer basis keer hoogte. Dan heb je de oppervlakte van het grondvlak. En die doe je keer de hoogte van het prisma. Heb je nu een zeshoekig grondvlak, zoals in die tweede, dan ga je de figuur zo verdelen in driehoekjes en rechthoekjes, dat je de oppervlakte van het grondvlak kunt uitrekenen. En als je de oppervlakte van het grondvlak hebt, doe je ook die keer de hoogte. Dus grondvlak keer hoogte is je inhoud van het prisma. Ik zei al, eigenlijk is dat het enige wat je moet kunnen. Want bij de cilinder geldt dat net zo. He, die beschuitbus links, dat is grondvlak keer hoogte. Nou, de oppervlakte van het grondvlak is de oppervlakte van een cirkel. Dus pi keer straalkwadraat keer de hoogte. Nu zie je daarnaast een kegel staan. En dat verandert in zoverre dat, omdat er een puntje bovenaan zit, je het grondvlak keer hoogte keer een derde moet doen. Je zou het kunnen laten zien door drie keer een kegel te vullen met water en leeg te gieten in die cilinder daarnaast, als de hoogtes even groot zijn, zoals hier getekend. Dan kun je drie keer een kegel leeg gieten in zo'n cilinder. Er zijn wel video's van te vinden. Mocht je niet geloven, zoek gerust eens even op YouTube. Dan vind je er genoeg. Maar voor een kegel geldt ook grondvlak keer hoogte, maar dan dus keer een derde. Dus het grondvlak is weer een cirkel, dus pi keer r kwadraat, keer de hoogte, keer een derde, heb je de inhoud van een kegel. Nou, voor een piramide geldt hetzelfde verhaal. Ook daar zit een topje aan, dus ook daar moet je grondvlak keer hoogte keer een derde doen. Dus je zou kunnen zeggen dat die piramide ook drie keer past in het prisma wat ik aan het begin had. Weet je nog, ik begon met een driehoekig grondvlak. Daarna een zeshoekig grondvlak. Nou, dat zie je hier dus ook. Dus je doet opnieuw grondvlak keer hoogte, keer een derde. Dus je kunt drie keer zo'n piramide vullen met water en leeggieten in het prisma van twee dia's hiervoor. En voor die andere doe je weer dat zeshoekig grondvlak. Verdeel je in driehoekjes en rechthoekjes. De oppervlakte van het hele grondvlak doe je keer de hoogte, keer een derde. En heb je dus de inhoud van die piramide. Gelijkvormige driehoeken. Nou, ik heb een aantal soorten. Ik begin met twee rechthoekige driehoeken in elkaar. Je ziet een rechte hoek bij E en je ziet een rechte hoek bij A. Verder zijn een aantal zijden gegeven. BD is 7, AD is 5 en AC is ook 5. Ik hoop dat je opmerkt dat de driehoek ABC gelijkvormig is met EBD. En dat kun je zeggen op grond van de hoeken. Ik zei net al, hoek A is gelijk aan hoek E. Die zijn allebei 90 graden. En hoek B in de ene driehoek is natuurlijk gelijk aan hoek B in de andere driehoek. Dan op grond van de 180 graden regel moet dan ook hoek C gelijk zijn aan hoek D. Want die zijn ook beide 180 min die andere twee hoeken. Dus hoek C is 180 min hoek A min hoek B. En hoek D is 180 graden min hoek E min hoek B. Ja, dus hoek C en D zijn ook gelijk. Dus ze hebben dezelfde vorm. Nou, dan kun je deze tabel erbij maken. Als je de driehoeken helemaal voorin zet, onder elkaar dus A, B, C en daaronder E, B, D, lettervolgorde, moet je goed hebben staan. Hè? Dus hoek A is gelijk aan hoek E, hoek B is gelijk aan hoek B en hoek C is gelijk aan hoek D. Dan zeg je vervolgens de zijden AB, dat zijn de voorste twee letters, gedeeld door EB, dat zijn die voorste twee letters van de tweede driehoek, is dezelfde verhouding als dat je BC, de laatste twee letters, gaat delen door BD, de laatste twee letters. Of dat je de eerste en de laatste AC gaat delen door de eerste en de laatste ED. Nou, één dingetje. Vaak moet je met Pythagoras dan nog een ontbrekende zijde uitrekenen. Je weet AC is 5, AB is 12, dus BC is 13. Dat is gewoon Pythagoras. 5 kwadraat plus 12 kwadraat wortel. Als ik dan het tabelletje hierboven invul, dan zie je dus deze waarde. En kan ik EB en ED heel makkelijk met verhoudingen uitrekenen. EB is dan 6,5, 12 keer 7 gedeeld door 13. En ED is dan 2,7, 7 keer 5 gedeeld door 13.
soort 2 van gelijkvormige driehoeken. Gegeven deze figuur, twee driehoeken in elkaar, AB loopt evenwijdig met DE, dan geldt dat hoek A gelijk is aan EDC en hoek B is gelijk aan hoek DEC. Ik zal het duidelijk maken met deze F-figuur. Ik heb hier een letter F ingetekend op zijn kop. Snavelfiguur wordt ook al genoemd. En dan zie je dat hoek A gelijk is aan hoek EDC. Dus EDC is de hoek bij D die je vindt door van E via D naar C te lopen. En ook hier geldt hoek C is in de kleine driehoek gelijk aan hoek C in de grote driehoek. Dus je kunt zeggen driehoek ABC is gelijkvormig met DEC. En dus kun je weer een tabelletje maken op de manier als bij soort 1. Ik heb hier nu even geen getallen in staan, maar als ik hier getallen in zou zetten, zou het net zo werken als bij de vorige opgave. Soort 3, dat zijn deze gelijkvormige driehoeken. En hier zie je een zandloperfiguur, zoals het heet. Hoek BEF is gelijk aan hoek CED, dat zijn overstaande hoeken, zoals dat heet. En hoek C is gelijk aan hoek EBF, dat zijn rechte hoeken. En daar zou ik een 90 graden hoekje in kunnen zetten. En hoek EDC is gelijk aan hoek EFB, dat is een Z-hoek. En je ziet hier een Z-hoek in. Die Z is getekend van C naar D, dan naar F en dan naar A toe. Dus je ziet hier overstaande hoeken, rechte hoeken en Z-hoeken. En die zorgen ervoor dat deze twee driehoeken gelijk zijn, EDC en EFB. En opnieuw kun je een tabelletje maken. En als de zijden bekend zijn, zet je die erin. En kun je dus uitrekenen wat de ontbrekende zijden zijn. Vergrotingsfactoren. Als we spreken over twee driehoeken die je vergroot, of twee rechthoeken, of twee cirkels, of twee willekeurige figuren, dan zeggen we dat de een vergroot is ten opzichte van de ander met een bepaald getal. Nou, voor het getal kun je in het algemeen ook gewoon een willekeurige letter invullen als variabele. Ik kies nu voor de factor F. Je kunt ook kiezen voor de factor R of P of wat dan ook. Maar factor F vind ik even het meest logische. Een zijde wordt bijvoorbeeld vergroot met 2. Dan is de factor F is dan 2. 2 keer zo groot. Oppervlaktes worden dan vergroot met de factor F kwadraat. Dus stel dat een figuur 2 keer zo groot wordt qua zijden, dan wordt de oppervlakte 2 kwadraat keer zo groot. Heel makkelijk kun je het zien bij vierkanten. Lengte 2 keer zo groot, breedte 2 keer zo groot. Dan is de oppervlakte 2 keer 2, dus 2 kwadraat keer zo groot. Nou, dit in gedachten zorgt ervoor dat inhouden dan een factor tot een derde keer zo groot wordt. Lengte, breedte, hoogte, denk aan een kubus. Lengte 2 keer zo groot, breedte 2 keer zo groot, hoogte 2 keer zo groot. Dus een kubus, een kleine kubus, past dan 2 keer 2 keer 2 is 8 keer in zo'n grote kubus. Nou, wat voor voorbeeld moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld dit. Van jouw school wordt een maquette gemaakt op schaal 1 staat tot 60. Dus alles wordt 60 keer verkleind. Stel dat het vloeroppervlak van de school 4000 vierkante meter is. Dan betekent dat dat de oppervlakte van de maquette 1/60ste, hè, dat is de vergrotingsfactor, in het kwadraat, want je gaat over oppervlakte spreken. Dus je doet 1/60ste in het kwadraat, keer de oorspronkelijke oppervlakte 4000. Dus kom ik op 1,11 vierkante meter in de maquette. Stel dat de inhoud van de maquette nou 170 kubieke decimeter is, dan is de werkelijke inhoud, je moet even omrekenen naar kubieke meters, hè, dat wordt 0,170 kubieke meter. Die moet je vermenigvuldigen met een factor tot de derde, dus 60 keer zo groot, alle zijden. Dus 60 tot de derde keer wordt de inhoud vergroot. Dus 60 tot de derde keer 0,170 geeft 36.720 kubieke meter in het hele gebouw. Je ziet hier een tekening van een kegel met een bepaalde hoogte die zo afgeknot is dat de afgeknotte kegel een hoogte heeft van 4. Het grondvlak van de kegel is 5 en het kleine kegeltje dat je eraf haalt heeft een grondvlak van 3.
Nou, de vraag is nu, bereken nou eens de verhouding tussen de inhoud van de afgeknotte kegel, dus wat er overblijft, en de grote kegel, de oorspronkelijke. Nou, het is denk ik handig om even de aanzichten erbij te tekenen. Het vooraanzicht is een trapezium met de onderkant 10, bovenkant 6. En diezelfde verhouding zie je ook terug in het bovenaanzicht van twee cirkels in elkaar. Een diameter van 10 voor de buitenste cirkel en een diameter van 6 voor de binnenste cirkel. Nou, de vergrotingsfactor tussen de kleine en de grote kegel, hè, dus het ene grondvlak is straal van 3, diameter 6. Het andere grondvlak heeft een straal van 5, dus diameter 10. Dus de vergrotingsfactor is 10 gedeeld door 6 is 1 2 derde. Dus de kleine kegel doe je keer 1 2 derde en heb ik de grote kegel. De zijden daarvan. Nou, de hoogte van de kleine kegel is h min 4. De totale hoogte van de hele kegel is h. Dus als de 4 overblijft voor de afgeknotte kegel, is de kleine kegel dus h min 4. Dat betekent dus dat als je die h min 4 keer de vergrotingsfactor doet, keer 1 2 derde, dan moet er dus h uitkomen. Nou, werk de haakjes weg en dan krijg je dit. 1 2 derde h min 6 2 derde is h. 1 2 derde h naar de andere kant. Dan krijg je dus 2 derde h is 6 2 derde. Nou, 6 2 derde gedeeld door 2 derde geeft een hoogte van 10. Dat heb ik voor jullie gedaan. En dat betekent dus dat de kleine kegel h min 4 dus 6 hoog is. De inhoud van de afgeknotte kegel wordt dan dus 1 derde. Let op de 1 derde. Hè. Het is een topje erbovenin. Keer grondvlak, pi keer 5 kwadraat, keer de hoogte, die was 10. Dus pi keer 5 kwadraat keer 10, keer een derde is de hoogte van de, of is de inhoud van de grote kegel. Daar haal ik de kleine kegel van af, dus 1 derde keer pi keer 3 kwadraat, keer 6. En dus pi keer 3 kwadraat is het grondvlak, keer 6 dat is de hoogte, en dan keer een derde, die moeten vanaf gehaald worden, dus hou je 205,25 over als inhoud van de afgeknotte kegel. Dat betekent dat de verhouding tussen de inhoud van de afgeknotte kegel en de hele kegel is dan de inhoud van de afgeknotte 205,25 gedeeld door de totale inhoud. 1 derde keer pi keer 5 kwadraat keer 10. Rekenbanade komt uit 0,784. Dus de afgeknotte kegel is 78,4% van de grootte. Dus de grote kegel, als je daar de inhoud van weet, doe je dat keer 0,784. Dat is de vergrotingsfactor van de inhoud. Nou, dat kan ook met vergrotingsfactor, want we hebben net gezien dat de inhoud altijd een factor tot de macht 3 is. Dus even kijken of dat klopt. De inhoud van de kleine kegel is 6 tiende. Tot de macht 3 keer de inhoud van de grote kegel. Want de vergrotingsfactor, nu net andersom, was 10. De diameter was 10. De diameter wordt 6. Dus de zijde wordt met 6 tiende vergroot of verkleind. Net hoe je het zeggen wil. Nou, de vergrotingsfactor van de zijde is dus 6 tiende. Dat betekent dat de inhoud dan 6 tiende tot de derde keer zo groot is. Dus 6 tiende tot de derde keer de inhoud van de grote kegel. En reken dan maar naar 6 tiende tot de derde is 0,216 keer de inhoud van de grote kegel. Dat betekent dus dat die kleine kegel, als die er afgetrokken wordt, ervoor zorgt dat de afgeknotte kegel 1 min 0,216 is keer de inhoud van de grote kegel. Nou, 1 min 0,216 is 0,784. En dat zie je ook hierboven staan. Dus dat kan inderdaad ook even goed. Centrale projectie. Bij een centrale projectie komen de lijnen uit één punt. Op de volgende dia zie je daar voorbeelden van. Maar denk aan spoorrails. Bijvoorbeeld ook die lijken uit één punt vandaan te komen. Terwijl die lijnen, de spoorrails, gewoon evenwijdig lopen. Evenwijdige lijnen, zoals ik dus al zei bij die spoorrails. Die niet evenwijdig lopen met de horizon, met het tafereel. Hebben een verdwijnpunt. Namelijk op de horizon. Ja? En de verhouding op die lijnstukken blijven niet behouden. Als jij in de verte kijkt, dan lijken bijvoorbeeld de palen die langs het spoor staan,
dichter op elkaar te staan dan op de plek waar jij staat te kijken. Dus de verhoudingen op die lijnstukken blijven niet behouden. Lopen lijnen evenwijdig met het tafereel, met de horizon, dan blijven die lijnen wel evenwijdig, want dan hebben ze geen verdwijnpunt, want dan lopen ze evenwijdig met de horizon, met het tafereel. En de verhoudingen blijven dan ook behouden. Even een voorbeeld. Bij perspectief tekenen zie je dat heel mooi. Als je deze balk ziet in perspectief, dan komen de boven- en de onderkant in het verdwijnpunt op de horizon bij elkaar, links en rechts. En door die verdwijnpunten kun je de horizon tekenen. Wat je ook moet kunnen is dit. Bereken de hoogte van een horizon of van een voorwerp. Nou, ik heb voor deze schuur, die ik zelf gefotografeerd heb, een foto genomen op ongeveer 1,5 meter hoog. Dus ik begin bij de horizon en ik ga de hoogte van die schuur uitrekenen. Maar het kan ook andersom, als je de hoogte van de schuur weet, dat je dan kijkt op welke hoogte de foto genomen is. Nou, hoe doe je dat? Allereerst ga je zorgen dat je dus de verdwijnpunten ziet te vinden door de evenwijdige grond- en daklijn te tekenen. Want de grondlijn en de daklijn die hier getekend zijn, die lopen in werkelijkheid evenwijdig. Maar ze komen natuurlijk op de horizon bij elkaar. Dat betekent dat ik nu een horizon hier doorheen kan tekenen. Als volgt. Teken nu de lijn AC als hoogte van de schuur. Nou, zoek even naar een mooi punt waar je dat goed kunt doen. En ik dacht dat het hier wel kon. Van A naar C. En op de horizon vind je punt B. Zo heb ik hem maar genoemd. Dat is de hoogte van de fotograaf. In mijn geval dus 1,5 meter hoog. Ga nu AB en AC opmeten. Ik heb dat gewoon even gedaan met mijn geodriehoek. En dat kunnen jullie in de tekening ook doen. En dan zie ik dat het bij mij 2,1 centimeter is van A naar B. En van A naar C is 4,9 centimeter. Nou, dat betekent dat ik deze verhoudingstabel krijg. De maten op de foto zijn 2,1 en 4,9. En in werkelijkheid is die 2,1 centimeter de hoogte van de horizon 1,5 meter. En wil ik de hoogte van het gebouw weten? Ja, en die is voor mij onbekend. Maar die kan ik dus vrij eenvoudig nu uitrekenen als ik deze gegevens heb. Met behulp van een verhouding 4,9 keer 1,5 gedeeld door 2,1 is 3,5 meter. Tot zover onderdeel 5.